Raoul, ja. Jij kent mij als een man? Nee. Nee. Oh, jij kent mij als een het. Dedem. Jij kent mij als een dedem. En eigenlijk is vandaag één ding voor mij heel belangrijk, en dat is geld. Geld. Maar alleen vandaag. Geld. Bakken met geld. Ik ben nog. Oké, de rest niet. Nee. Roel, vandaag gaan we wat leuks doen. Wij hebben natuurlijk op jouw kanaal vaak quizjes gedaan. De Quizmaster. Ja, Quizmaster. En eigenlijk win ik die altijd. Jij bent wel vaak de winnaar. Ja, ik denk wel altijd. Nou, wow. Bijna altijd ben ik de winnaar. Ik heb nu voor onze ultieme geldquiz. Ik heb geen idee wat hierin gaat zitten. Het is alles voor mij van voetbal tot aan... Alles waar geld mee ja, te maken. Ja. Ik heb de quiz niet gemaakt. Nee, dat zou stom zijn als je hem hebt gemaakt. Nou, maar dan zou ik al een antwoord al weten. Ja. Ja, dat is dat toch helemaal niet handig om te doen. Zo doe ik het altijd. Ja, toch win jij. Ja, toch win ik. Ja. Nee, en ik heb goed nieuws. Want de winnaar van deze quiz, die mag 250 euro uitgeven op mijn Revolutkaart. Op jouw Revolutkaartje. Zo. En dan zit ik ineens hier. Wie had dat verwacht? Raoul is dood. Nee, Raoul is niet dood. Raoul is niet dood. Ik wil met jullie hebben over Revolut. En Revolut is een mobiele bank met meer dan 25 miljoen leden, waaronder ik. Je kan binnen een paar minuten rekening openen via de app en het standaardaccount is gratis. Helemaal gratis, geen kosten, ook niet 5 euro per maand of weet ik veel wat, nee, helemaal gratis. Je kan op je Revolut-account geld storten en daarmee kan je betalen met bijvoorbeeld Apple Pay, Google Pay. Je kan ook een pinpas aanvragen en dan kan je op veel meer plekken betalen dan gewoon met je Idealpas, aangezien het een Mastercard is. Als je dus ook een fysieke kaart wil, dus niet alleen met Apple Pay of Google Pay wil betalen, dat kan. Dat is ook persoonlijk een van mijn favoriete dingen. Ik heb namelijk mijn kaart aangevraagd en die kan je dan personaliseren en je kan letterlijk alles doen. Je kan er een foto op doen, je kan erop schrijven, je kan doen wat je wil. Zoals je ziet, ben ik hiervoor gegaan. Dan zou ik denken van, nou, dit krijg je niet. Dit kan me niet voorstellen. Dit is nu mijn nieuwe pas. Ik heb een pas met erop. Koen is hot. Fantastisch. Ik vind Revolut met name super chill tijdens het reizen. Je kan accounts openen, ook in verschillende valuta. Dus bijvoorbeeld in euro, dollar en pond. Tegen super lage rates en zonder fees. En dat is wel bijzonder. Normaal gesproken betaal je en een idiote wisselkoers en nog een idiote fee erbovenop. Nu is de wisselkoers echt heel goed. En je betaalt geen idiote fee erbovenop. Ik was laatst bijvoorbeeld in Amerika met de bank, zoals je weet, in Las Vegas. En daar kwam dit uitstekend uit. Wat ook chill is dat je dus geld opzet. Je kan bijvoorbeeld dus euro's opzetten naar je rekening. En als je in Amerika bent, kan je dollars pinnen. Nou, dat is echt fantastisch. Daar hou ik van, dat is top. En dus tegen ziek goede rates. Alle informatie kan je zelf ook opzoeken als je denkt van hij praat poep. Nou, ga gewoon kijken en zie je dat het niet zo is. Dus mensen, ga kijken. Ik zeg niet vaak dingen over geld, maar als ik het doe, weet u dat ik gelijk heb. En ik zou jullie nooit wat promoten qua gelddingen waar ik niet 100% achter zou staan. Want dan zou je om mijn reputatie eraan gaan. Dit ding is echt goed. Revolut is echt een goed bedrijf. Je kan via de link in de beschrijving de app downloaden. En als jij 10 euro uitgeeft, krijg jij 20 euro cashback. Dat klinkt mij gratis geld. Heb je Revolut nog niet gedownload? Doe het zeker, link in de beschrijving. 10 euro uitgeven, 20 euro cashback, gratis geld. Shout out aan jullie. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ronde 1. Welke transfer was duurder? Ja, jij bent een voetbalkenner. Ik ben een voetbalkenner. Je kan ook wel eens nat gaan in de eerste ronde. Lionel Messi van Barcelona naar PSG of Cristiano Ronaldo van Juventus naar Manchester United. Zo. Dit is een steekvraag. Dit is een steekvraag. Hey, Messi was gratis. Ja! Ja, hallo! Hij was wel heel goedkoop. Ik dacht dat het 60 miljoen was. Nee, of zo. Ze wilden echt heel graag van hem af. Ja, dat... En nu zijn ze failliet! We lachen dan zo. Ja, dat is toch prachtig. Zij zijn toch ook gewoon fans die fans zijn van die club? Ja, ja, ja. Ja? Ja. En wat wil je dan tegen die mensen zeggen? Volgende, Donjon Malen van PSV naar Dortmund of Louis Insteren van Feyenoord naar Leeds United. Dit is zo makkelijk. Ik heb Malen. Ook. Malen is volgens mij 30 en Sini 25. Ja. Maar kijk, dan zit jij weer urenlang op die transfermarkt te struinen. De transfermarkt master. En ja, ik heb zeg maar met Google Maps, heb jij met transfermarkt? Klopt, klopt. Is ook zo. Google Maps? Ja. Over Street View? Nee, gewoon af en toe. Wat is de hoofdstad van Overijssel? Overijssel, Arnhem. Nee, Griekenland. Volgende, Greenish Romelu Lukaku. Lakaka. Vind je nou van dat er zo is dat? Ja, leuk. Greenish. Lakaka. Nee joh, volgens mij was het 100 miljoen man. Ja, volgens mij was Lukaku 110 miljoen. 110 miljoen voor Lukaku? Nee joh, dat kan nooit. Oh! Nou, het was 113, maar Grealish was... Ja, 117 miljoen voor een alcoholist. Schitterend zeg. Maar stel, je hebt als club 113 miljoen neergelegd voor Romelu Lukaku. Heerlijk toch? En dan lenen ze hem een seizoen later terug. Ieder. Is toch heerlijk? Oké, Harry Maguire van Leicester naar United. Harry Maguire. Higuain van Napoli en Juve. Ik heb echt geen flauw idee. Ik denk strikvraag. Ik denk gelijk. Gelijk? Volgens mij was het allebei 80 miljoen. 80 miljoen voor je, voor... Ja, allebei. 80 miljoen! Ik denk Maguire. 90 miljoen voor Higuain! Dat vind ik misschien bizarder dan die 87. 90 miljoen voor Higuain. Ja, ja, maar dat was omdat gewoon rivaal en had contract. En dat was afkoopclausule. Goed verhaal! Luis Figo of Ronaldo van Inter naar Real. Ja, dit weet je natuurlijk. Ja, ja. Figo.
Figo. Ja? Volgens mij was dat de duurste transfer aller tijden van Real. En Ronaldo Lima speelde volgens mij daarvoor bij Real. Uitstekend. Ja. Goed. Die Figo die een... Varkskoppie. Ja, dat vind ik echt schitterend verhaal. Ronde 2. Nee, de tweede ronde. Welke vlucht is duurder? Zo. Alle vluchten zijn op 1 juli vanaf Amsterdam zonder lange overstap. Ja. Oké, dus dat zijn de spelregels. Ja. 1 juli. 1 juli. Naar Tirana of naar Istanbul. Tirana, Albanië. Maar dat is je natuurlijk, want Google Maps is natuurlijk jouw ding. Ja. Is dat Albanië het armste land van Europa? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat Tirana duurder. Ik denk Istanbul. En waarom? Omdat dat verder ligt. Nou, ik denk omdat er gaan zoveel vluchten naar Istanbul, dat het best wel goedkoop is. Ja, maar dat zijn wel allemaal Turkse airlines en dat zijn best wel goede vluchten. Boom, Istanbul! 16 euro ook. Maar kijk hoe duur. De gewone mens kan helemaal niemand voor of helemaal niet meer vliegen, joh. Nee, je moet tegenwoordig, moet je... Nee, ja. Volgende. Sydney of Beijing? Je zou toch... Ja. Ja, het moet toch Sydney zijn? Ik heb ook Sydney. Dat is echt twee keer zo ver, man. Ja. Welke vlucht is duurder? Dubai of Bali? Vind ik een lastige. Want je zou zeggen, Dubai is fancier, maar dat is een stuk dichterbij. Poeh. Maar ja, Bali, daar zitten wel al die hele cheape cursusverkopers. Die kunnen dat allemaal anders niet betalen. In Dubai zit natuurlijk Boyd Hoek. Ja, maar het kan ook zijn dat de vlucht naar Bali wat duurder is, maar alle hotels gewoon echt goedkoop. Ja, dat kan ook, ja. Maar kijk, Boyd Hoek en die andere flapper. Ole. Ik vind Boyd Hoek wel een grotere speler dan Ole. Ja? Ja, zeker wel. Ja. Hij is wel mee de grondlegger van de hele tumor. Hij is zeg maar dat eerste peukie dat je rookt. Ja, Ole is zeg maar de vape die daarna komt op het moment dat je longen al geasfalteerd zijn. Ja, zeg maar, hij is de eerste peuk en Ole is zeg maar de vape met arbeidssmaak. Daarom, ik weet het. Ik ben eruit. Bali. Ja, tuurlijk. En die ook, zeg. Ja. Dubai. Waar ligt Lagos? Lagos is volgens mij Nigeria. Ja, dan zit wel een pittige. Nairobi is Ethiopië, toch? Nee, jongen. Kenia gek. Zijn we er geweest? Een half jaar geleden zijn we er geweest, man. Maf Kees. Oeh. Ik heb Nairobi. Ik denk Lagos, omdat ik weet dat naar Kenya Airways, die vliegt best vaak naar Nairobi. Dus ik hoop dat het aanbod... En ik heb gelijk, ja! Je hebt het goed. Yes! Ik had het fout had. Parijs of Londen? Ja. Oh. Londen. Ik pak Londen. Ja, dat moet wel. Kan niet anders. Zo! En flink veel duurder ook in verhouding. Ik dacht dat Londen duurder is, omdat... Dat het niet bij de EU is of zo. Nee, ja, en omdat je Parijs kan je ook wel makkelijk rijden. Ja, en met de Thalys. Ja, de Thalys. Ja, een Thalys is duurder dan dit. Ja, maar dat is het scheven aan, ja. Aan de ding. De trein. Oké, okay. We gaan naar ronde 2 naar ronde 4. Maxi! Jij hebt goed gedaan, Maxi, jij hebt goed gedaan hoor. Welk product is duurder plus raad de prijs van het product? Oké. Okay. Eru 1,49. Eru 1,69. Zo! Nee, 1,49. Kaas is duur, maar ja, dit is geen kaas. Dit is geen kaas. Huh? What the fuck? De Jumbo, jongen! Ja, Jumbo is anderhalf keer zoveel. Maar ja. Oké, welke druk is duurder? De HG haarontstopper of Page toiletpapier 12 rollen? Zo. De prijs staat er al bij. Maxi! Maxi! Ja, dat heb je goed gedaan, Max. Goed, over geld gesproken. Ik zal het niet weer zetten, de prijs erbij staan. Maar heeft hij nou bij alles de prijs erbij? Nee, bij de volgende niet meer. Hoe duur is dit product? Tresor Kellogg's. Chocolaas duur, hè? Ligt 5,99, denk ik. Ja, jongen, dit is een grote pak, hè? 400 gram. Is het groot, hè? Ja, jongen, het is zo'n pak. Had ik vroeger in een weekje op. Ja. Nee, joh. Ja, jij scheelt meer dan een euro, ik minder dan een euro. Godsamme, man! Hoe duur is dit product? Zo, ik vind het lastig. 5,99. Oh, ik heb 11 euro. 11 euro? Ja. Voor zo'n bakje ijs? Ja, vroeger kon je de dan waren ze 12 euro. 11 euro voor een bakje cookie dan? Jezus, Anus, maar ik zit wel dichterbij. Ja, je zit wel dichterbij, maar ik wist wel dat, ja, nee. Ronde 3. Welk huis is duurder? Plus, raad de prijs van het huis. Ja, daar ben je goed in. Je bent een vastgoedmannetje. Een vastgoedman. Welk huis? Hey, Bussum. Jouw woonplaats? Ja, Almere, onze oude woonplaats. Kijk eens. Ah, zeg. Kijk, qua locatie wint Bussum natuurlijk altijd. Oké, ik weet het. Oh, ik heb Almere 1,8 miljoen, jij hebt Bussum 1,8 miljoen. Ik heb Bussum 1,8 miljoen, ja. Zo duur voor Bussum? Ja, dat is 6.500 per vierkante meter. Zoiets. En veel grond ook. Oh, yes! Ja, je hebt 2 punten dan. 2 punten, heerlijk. Ja, ik vind dat punt telt niet, want dan moeten we allebei dezelfde hebben. Anders vind ik het echt een bullshit punt. Maxi. Welk huis is duurder? Amsterdam, 215 vierkante meter, 5 slaapkamers. Of Groningen, 500 vierkante meter, een statig huis met prachtige gele accenten, 7 slaapkamers. Amsterdam, jij gaat over Amsterdam, die kunnen rijden. We schrijven het op voor de leuke Amsterdam. De prijs. Ik heb Amsterdam 2,4 miljoen. Ik heb 1,9 miljoen. Ja? Jezus! Groningen? Ja, het is wel echt extreem groot natuurlijk ook, hè? Ja, maar dan nog Groningen, ja, man! Ja, nee, ik zou er ook niet willen wonen. Wat een onzin! Oké, hier. Welk huis is duurder? Vlissingen, 58 vierkante meter, 1 slaapkamer. Of een garageplek in Amsterdam. Wat echt een kutplek is trouwens. Ja, kijk die paal. Dat is echt een poepplek. Zeg maar, ik wil niet te haten, maar als je dat in Vlissingen... is wel een zieke penthouse. Denk je ook niet? Vind je ook niet? Nee.
Amsterdam. Ik heb Vlissingen. 120.000 euro. Ik heb 130.000. Oké. Ik had dat ook, maar daarom dacht ik dat Vlissingen duurder. Ja. Zo. Jezus, je zat ook dichtbij. Ja. Kom man. Hoe duur is het huis? Den Helder. Dit is makkelijk. Zo, 1000 euro verschil. Komt ie? Yes! 150.000, krijg je er een pakje boter bij of Wassenaar. Wat een kast, zeg. Jezus, anus. Een lelijk huis. Dit is niet goedkoop. 4,5, dit is een 5. Oh, ik had 4,7. Oké. Dus alle wonen 4,7 heb jij het goed? Ja, Jezus! Hey, goed, we zitten goed in. We zitten goed bij, man. We zitten er lekker bij. Ja, we zijn goed. Maar dat boeit me niet, want ik moet winnen. Want anders mag jij zo'n 50 uitgeven op mijn revolutiekaart. Maar het zou zomaar eens de laatste vraag kunnen zijn. Misschien was het wel de laatste vraag. Dit was misschien wel de laatste vraag. Nee, laat het rollen! Zelfs. Hoeveel kost deze voertuig? Dit betreft de startprijzen van de voertuigen. Ja, de startprijs. Je gaat natuurlijk nat. De startprijs, wat is dat, de nieuwe prijs? Ja, maar ze hebben zonder opties. Oh ja. Een Aston Martin DBX. 320.000. Oh, zo anus. Ik heb 210.000. Ja, het zou wel kunnen, maar Aston Martin is wel echt. Ja, het is echt daal. Duur. Jezus, jij. Nee, je zit er 60 vanaf en ik maar de 51. Anus. Yes, heerlijk. We mogen e-bike. Jij hebt laatst een e-bike gekocht. Die e-bike hier heb ik. Ja, die was wel prijzig. Een dure e-bike. Ja, maar zakelijk. Ja, natuurlijk. Er zijn zoveel van deze versie ook van Vermoof. Ik heb gehoord van Vermoof dat het echt kut is. Ja, Vermoof zijn echt kut. Als in dat het echt heel kut is. 1500 euro. Oeh, ik heb 14. Hij is veel te weinig. Ja. Het is echt veel dichterbij. Ja. Hoeveel kost dit voertuig? Een UOV-bus. Is dat een leuke vraag? Dat is een leuke vraag, Max. Merci. Dit moet toch fucking duur zijn? Het is wel duur, denk ik. Ik heb 4,5 ton. Oh, ik heb 2 ton. Oh, ja, dat zou ook wel kunnen. Ik heb echt geen flauw idee. Hey. Oh mijn god, precies. Ik vind 2 ton echt helemaal niet veel. Een Opel Corsa. Kijk, ik vind het lastig. 17.500. Oh, 14.000. Oh, dat vind ik weinig. Vind ik aan de lage kant. Ja, het scheelt procentueel veel, maar heel veel zit er niet uit elkaar. Nou, 3.500 euro. Dat is voor zijn auto een groot verschil. Boom. Zo. Jezus. Poeh. Jezus. Je geeft het er maar uit. Dit is de laatste vraag. Dus, voor 3 punten. Zo. Als je dit dus wint, mag je 250 euro uitgeven op mijn revalidekaart. Weet je wat je gaat kopen? Mocht ik dan wat ik ga kopen. Wat dan? Ja, dat ga ik zeggen. Dat gaan we het zo zien. Als ik deze goed heb. Oké, een medium jet. Ah, dit is echt wel. Dit is wel. Ik zie die man met nullen bijschrijven. Ik heb 22 miljoen. Oh, ik heb 4,6 miljoen. Dat is medium. Oké, komt. Ja hoor! Kom maar! 4,6 miljoen. Ja, nee, tuurlijk. Maar bij mij is het dubbele. En dan zit ik er nog. Dan zit ik er boven. En je hebt juist de helft. En dan zit ik er nog boven. Kut! Roel, weet je wat je gaat kopen? Ja, ik weet wel wat ik ga kopen. Wat ga je kopen? Is het leuk als ik naar de Mac ga en die zeg ik wil graag 20 Big Macs?